Goedemorgen allemaal. Wat fijn dat u er bent. Sorry, ik moet denken aan de luizenmoeder als ik dat zeg. Maar goed. Goedemorgen allemaal. Mijn naam is Danny Beurlage van Wortel. Ik ben CTO en naast mij zit Paul. Ja, goedemorgen allemaal. Paul Keizers, consultant Office 365 binnen Wortel. Hartstikke goed. En dan mogen jullie vandaag meenemen in de updates voor Office 365 van februari. Althans, de updates van januari, de updates die in januari uitgerold zijn en de updates die in februari komen, de komende maand. En het belooft wel weer een mooie lijst met updates worden, met name over allerlei soorten dingen in teamsamenwerking en portals en ja, de manier waarop je heel makkelijk informatie met anderen kan delen en zo. Hè? Ja, er zitten echt heel veel nieuwe dingetjes in. Maar je ziet wel echt dat ze op teams op dit moment gas aan het geven zijn. Wat voor meer dan? Nieuwe layouts, nieuwe functionaliteiten. Ik weet dat ze in Amerika op de Ignite-beurs destijds hebben gezegd van we gaan in juli ongeveer de switch maken. Ja. Ja, dus daar moet wel echt druk op gezet worden om het ook voor elkaar te krijgen. In juli de switch maken, help me eens. Ja, dan gaan ze dus echt van Skype afstappen en dan nog meer op Teams gaan ze naartoe. En dat betekent dus ook dat je geen Skype eigenlijk meer nodig hebt dan. Helder. Wel spannend. Ja, absoluut. Absoluut. Want het is, ja, je ziet steeds meer die integratie komen, maar het is er nog niet. Nee, dat geloof ik. Nog steeds nieuwe dingen. Mooi. Ook voor Wortel, interessante maand geweest. We hebben een hoop leuke dingen gedaan deze maand. En deze week, sterker nog overmorgen, vieren we ons 20-jarige bestaan, Paul. Ja, heel gaaf. Jullie hebben iets heel moois gedaan voor ons. En ik ben heel erg benieuwd. Ik ook. Ik weet het ook niet. Nee, we gaan met alle collega's gaan we 3 dagen weg. En we weten niet waar naartoe. Er is 1 persoon binnen heel de organisatie die weet waar we naartoe gaan. En die houdt het strikt geheim voor iedereen. Dus even afwachten wat we gaan doen precies. En al een jaar geheim. Dus, al een jaar geheim. Ja. Elke week komt er een nieuwe tip. En elke week komt er een postkaart of weet ik wel wat. Dus het is wel een heel bijzonder ding. Dus superleuk. En wat ook heel fijn is, is dat we hebben al onze relaties waarvoor we beheer doen. Van Office 365 of van de backend of wat dan ook. Hebben gevraagd of ze het erg vinden als we 1 dagje niet aanwezig zijn. Natuurlijk kan iedereen ons bellen in noodgevallen. En iedereen heeft eigenlijk wel ja gezegd en super positief gereageerd. Vind ik heel leuk. Ja, ik vind het sowieso fantastisch dat jullie dit doen. Ja, super cool. En een andere aankondiging deze maand. En daar zullen we nog officieel wat over doen. Met name in de zorg is dat interessant. We hebben de organisatie DigiConnect een belang ingenomen. Een strategische relatie zijn we aangegaan met DigiConnect. En DigiConnect biedt beeldzorg op afstand dus. En de mogelijkheid dus voor artsen of voor zorgverleners om op afstand zorg te verlenen. Waarbij de cliënt gewoon met zijn mobiele telefoon inbelt en zo op die manier zorg gegeven wordt. Ja, heel gaaf. Superleuk. Zullen we volgende keer wat dieper op ingaan? Omdat het echt wel, denk ik, een hele mooie nieuwe manier is van zorg verlenen en productiviteit verhogen in de zorgsector. Klopt. Voordat we beginnen, goedemorgen Jaap uit Gouda. Voordat we beginnen, er is 1 vraag binnengekomen of we daar even op in wilden gaan. Ja, van Iwan. Ja. Iwan had de vraag uit de opmerking van als ik naar het message center ga in Office 365, dus als admin ga ik kijken wat zijn de berichten op mijn tenant, dan worden deze in het Nederlands weergegeven. En de vertaling is verre van optimaal. Ja. Nou, ik kan dat bevestigen. Alleen zit er, als je in het berichtencentrum zit of het message center, zit er onderaan een knop waarmee dat je de vertaling uit kunt zetten. En dat die gewoon weer Engelstalig is. Oké. Dus als je met een Nederlandse, is het een Nederlandse tenant of met een Nederlandse browser? Dat maakt niet uit. Nee. Want je kijkt volgens mij naar je user profile. Ja. Als die op Nederlands staat, dan gaat hij vervolgens standaard die Nederlandse taal aangeven. Helder. Maar er zit dus een drop-down en daar kun je de Engelse taal selecteren. Helder. Oké. Nou, volgens mij, Iwan, is dat een duidelijk overzicht. Mocht je daar nog vragen hebben, stuur even een mailtje of wat dan ook. Dan komen we daar nog wat dieper op terug. Iedereen anders, mocht je nou vragen hebben, doe ons een plezier en stop ze even in het Q&A-venster. Dan kunnen we je vragen zien en dan kunnen we ook daarop ingaan tijdens het webinar.
we stellen niet altijd als we een vraag behandelen. Vaak nemen we mee in het verhaal. Soms gaan we er wat dieper op in. En die vragen die heel specifiek zijn voor een specifieke omgeving, dan wel de vragen waar we niet aan toe komen of wat dan ook, die behandelen we achteraf door je een mailtje te sturen of even een berichtje te sturen met een antwoord op de desbetreffende vraag. En er komen altijd wel veel vragen binnen. Vorige maand waren het er iets meer dan 84 uit mijn hoofd. Superleuk, want ik vind het heel fijn om een beetje interactief in te gaan op de dingen die er echt toe doen voor mensen. Ja, en je weet wat er bij de klanten speelt. Dus waarom? Dat is erg interessant om gewoon te kijken van ja, wat houdt zo'n klant nu bezig en waar lopen ze tegenaan? Absoluut. Dus Q&A-vragen in het Q&A-venster of even een mailtje achteraf en dan kunnen we daar die op in. Goed, Teams, je zei het net al, hè? Een hoop veranderd in Teams. Ja, een hele hoop veranderd. Volgens mij afgelopen week is die in release gegaan. Ja. Een van de dingen die trouwens goed is om te weten, binnen Teams heb je geen targeted release. Het is dus direct targeted release en de volledige release naar de organisatie. Kan je me dat alsjeblieft uitleggen? Ja, ik hoopte het uit te leggen, maar ik heb het ook gehoord. Dat heeft toch nog wel wat consequenties. Wat is een targeted release, Paul? Een targeted release is een release die gedaan wordt naar jouw tenant, voordat die direct naar iedereen gaat binnen Office 365. Helder. Ja. Dus, als ik het goed, mag ik het vertalen? Ja. Dus als ik het goed begrijp, iedereen in dezelfde organisatie zit op dezelfde versie van de Teams client. Klopt. Oké. En daar hebben wij vorige week een probleem mee gehad. 2 weken terug. Want we zijn ingerold in een soort TAP-programma voor Teams. Dus een hele vroege versie van Teams. En we dachten van, nou, Paul en ik, laten we fijn in zo'n TAP gaan deelnemen. En uiteindelijk werd het naar iedereen in de hele organisatie uitgerold. Klopt, inderdaad. Ja, dus daar zijn we op, aldoende leert men, zeg maar. Daar zijn we op die manier achtergekomen. Maar dat betekent dus dat op het moment dat je besluit om met je Teams in een soort TAP of in een soort preview-versie te gaan werken, dat iedereen in de organisatie dan op dat moment die nieuwste versie krijgt. Er is wel een specifieke versie voor developers, hè, van Teams. Ja, dat klopt inderdaad. Die overigens niet heel veel afwijkt van dit plaatje. Dus de standaard Teams variant. Ja. Alleen heb je extra functionaliteit. Zo kun je dus bijvoorbeeld een bot maken. Ja, ja. En deze publiceren in een developer modus. Ja. Een bot? Ja. Wat voor bot? Nou ja, bijvoorbeeld de Hoobot of Willy, die wij zelf ooit gemaakt hebben. Waarbij je die vraag kunt stellen aan de applicatie. En de applicatie geeft vervolgens jou een antwoord. Ja. Er zijn een aantal grote leveranciers die bots ontwikkeld hebben voor Teams. En dat betekent letterlijk dat als je een chat aan zou gaan met een natuurlijke persoon, kan je dus ook een chat aangaan met een bot. En die bot die gaat dan bijvoorbeeld data ophalen uit je financiële systeem of uit je SAP of uit een andere Trello heeft bijvoorbeeld ook een bot volgens mij. Dus er zijn er allerlei soorten van dat soort bots en die bots kan je dus ook zelf maken. En ik merk over de afgelopen maanden dat wij redelijk veel bots hebben gebouwd voor organisaties. Absoluut, absoluut. En ik vind bots heel mooi en het heeft zeker effect, maar ik denk dat in Teams zit nog een andere functionaliteit. Die staat hier niet bij, maar die ik heel belangrijk vind. En dat is de connector. Ja. En de connector, die kan namelijk proactief jou een berichtje sturen van zorg elke vrijdag om 12 uur dat je uren geboekt hebt. Ja, dat is gewoon een bot. Is een bot, maar net andersom. Ja. Want een bot vraag je en een connector die pusht. Dus die doet het voor. Daar verschillen we een beetje van mening. Ik merk dat er heel veel bots zijn die proactief juist zijn. Hè? Dus die proactief notificeren van, hey joh, je moet dit en dit gaan doen. Ja. Moet ik naar de dokter? Is bijvoorbeeld zo'n bot die dat doet. Hè? Daar kan je een vraag stellen voor digitale triage eigenlijk. Voordat je naar het ziekenhuis moet of wat dan ook. Maar die stelt je vervolgens een week later proactief de vraag. En hoe was het in het ziekenhuis? Okay. De bot. Hè? Ja. Ja. Oké, okay, nou die was nieuw voor mij, in de zin van dat proactieve. Maar het heel tof is dat het mogelijk is. Dus door zo'n connector te leggen, kan je dus je proactief laten notificeren dat je iets moet doen, dat je een taak moet afhandelen of wat dan ook. Precies. Is dat moeilijk, zo'n connector maken? Je hebt wel developer skills nodig. Okay. Dus om een bot te maken, die bijvoorbeeld tegen je HR-systeem aanpraat, of
tegen een Q&A-systeem aanpraat of zo'n proactieve bot die informatie verspreidt, moet je als developer eigenlijk doen? Ja, zeker in Teams is dat nog het geval. Je hebt ondertussen ook een Q&A-maker waarin dat je heel eenvoudig je vragenlijst kunt maken. En dat is ook een bot, alleen die is weer wat moeilijker te deployen naar Teams. Ja, helder. Oké, switchen tussen tenants. Ja, een veelgevraagde vraag eigenlijk. Vroeger kreeg je de vraag van, ja, ik wil zit zowel bij Wortel als bij Microsoft bijvoorbeeld. Ja, en daar heb ik alle twee een Teams versie. Hoe kom ik nou bij welke? Dan moest je naar je plaatje van je hoofd en daar ging je naar de instellingen. En nu hebben ze, zoals je hier direct ziet, bij het hoofd daarnaast heb je Wortel staan en dan heb je een vinkje Wortel of Microsoft. Okay. Dus op het moment dat ik als eindgebruiker lid ben van twee Microsoft Teams omgevingen, bijvoorbeeld eentje van Wortel en eentje van mijn eigen organisatie, of ik werk bij organisatie X, dus als ik in Teams inlog, zit ik automatisch in mijn Teams-omgeving van organisatie X. Ja. Maar omdat ik een project doe met mensen bij een externe organisatie, bijvoorbeeld Wortel, en daar ook in een team zit, kan ik dus in mijn Teams-omgeving rechtstreeks switchen tussen die verschillende tenants, tussen die verschillende omgevingen, aan de rechterbovenkant van je Teams-scherm. Ja, klopt inderdaad. Cool. En dan zie je dus alle verschillende teams waar je lid van bent. Alle tenants waar je lid van bent, ja. Helder. Oké. Okay. En meteen doorgaand hier eigenlijk heb ik een screenshot gemaakt van de nieuwe apps. Ja. Wat je ziet is dat die gebundeld zijn onder de drie puntjes. Okay. En, in dat rode blok hier, hè? Ja. En daar zitten eigenlijk je standaard apps onder die je veel gebruikt. Dus OneNote, Planner, Stream. Ik heb nog niet gebruikt Stream in Teams, maar ongetwijfeld dat goed werkt. Ja. En de WhoBot. Ja. En dan zul je je afvragen van, ja, wat is de WhoBot? De WhoBot is eigenlijk, ik vind hem erg op Delph-achtige constructie lijken. Waarbij dat je kunt zeggen, met wie werk ik? Wie is mijn manager? Waar zit ik in de organisatie? En dan gaat die WhoBot gaat kijken waar jij in de organisatie zit. Belangrijk is, zover ik dat kan zien, wel dat je op een Azure AD zit. Ja. Oké. Dus die WhoBot is eigenlijk dus gewoon letterlijk een soort search engine, maar dan tegen je Active Directory aan. Klopt inderdaad. Cool. Vet. Ja. Ja. Hadden wij ook niet zoiets gemaakt? Ja, dat klopt inderdaad. We hadden Willy, heette die. En, dat is nog steeds, hè? Ja, absoluut. Alleen die is nog wat intelligenter in de zin van, die zoekt in OneNote naar bepaalde zaken. En die geeft dat terug in het team. Helder, dus dat is ook een bot in feite die in de backend kijkt, zowel in Azure Active Directory als allerlei soorten andere informatiebronnen. En dan kan je vragen aanstellen over teams en zo. Hè? We werken met zelforganiserende teams bij Wortel. Dus je kan bijvoorbeeld de vraag stellen aan die bot van, joh, in welk team zit die en die persoon? Of wat is de functie van die en die persoon? Of welke teams zijn er allemaal? Of ik moet iets gaan doen met bots of met Microsoft Teams. Welke teams kunnen dat voor mij oplossen? Dat soort vragen. Hè? Absoluut, ja. Cool? Ja. En dan de command bar. Volgens mij als je nog eentje verder gaat, dan komt hij. De command bar is nieuw. Ja. Voorheen had je linksboven had je een venster waarin dat je kon zoeken. Alleen met deze command bar kun je dus snel je activiteiten zetten. Je kunt snel je status veranderen. Dus niet storen zetten. Want zoals je ziet heb je aan de rechterkant bij je poppetje of bij je hoofd staat het icoon of je beschikbaar bent of niet. Ja, exact. Dat soort dingen kun je heel snel door slash en dan in te typen, ja. Ja, het is gewoon een soort back to PowerShell commando's in je Teams omgeving. Klopt inderdaad, klopt. Ja. En snelle widgets? Dat is volgende inderdaad. En daarmee kun je eigenlijk direct een bot of een compost extension aanroepen. Blub, een compost extension. Ja, een compost extension is eigenlijk een stukje HTML wat je uit een andere pagina haalt, extern. Ja. En wat je displayt in je team. Dus dat post je naar je team. Helder. Oké, vet. Dus erg handig.
Ja, en de store? Dus, dit is toevallig de Compose extension. Ja, hier zijn we. Dus hier zoek ik op het weer in Amsterdam. Ja. En dan krijg je dit. Vervolgens kun je het kopiëren en plakken in je messagebar. En de store? Ja, die is volledig opnieuw bedacht en uitgewerkt. Waarbij dat het makkelijker is om apps te vinden die voor jouw doel van toepassing zijn. Ja. Bovendien kun je in deze omgeving dan direct ook je apps, je bots uploaden. Helder. Dat is erg mooi. En eentje die ik hier nog niet bij had staan, maar die er ook is, is de Apps Studio. Ja. En de App Studio is eigenlijk gemaakt om een tab te maken. Waarbij dat je als eindgebruiker een tab kunt creëren. Helder. Ja, een power user, denk ik. Ja, klopt inderdaad. Het is niet voor de standaard gebruiker. Nee, helder. Goed, nou, genoeg Teams, denk ik. Hele hoop wijzigingen voor Teams. Teams zijn heel hard in ontwikkeling. Maar er is ook nog iets als Jammer. Ja, klopt inderdaad. En nou, volgende maand gaan we op studiereis naar Silicon Valley of naar San Francisco met de 20 relaties. En we bezoeken daar een aantal verschillende organisaties, niet Microsoft-organisaties, maar we bezoeken daar ook het Yammer-team. Oké, interessant. Wat voor vragen moet ik hun nou stellen? Nou, vooral waar gaan ze heen? Wat is hun visie naar de toekomst? Vooral wat ik zie is, Microsoft Teams neemt heel veel van hun marktgebied af. Ja. Ja, en hoe gaan ze daarmee om? Wat is hun visie om daar iets mee te doen? Ja. Ja, dat zijn wel echt dingen die ik graag zou willen weten. Helder, ja. En ik weet van vroeger uit dat Yammer echt heel innoverend was altijd. Ja. Dus ja, ik ben benieuwd met wat voor truc dat ze nu gaan komen. Maar Yammer heeft wel weer wat updates gekregen, hè? Klopt, inderdaad. Ja, een daarvan is wat je hier ziet. Dat is een Yammer webpart voor SharePoint. SharePoint Online, moet ik zeggen. Ja. Waarin je de mogelijkheid hebt om eigenlijk binnen je SharePoint Online portal, bijvoorbeeld een internetportal van community site, allerlei soorten gesprekken die in Yammer plaatsvinden te publiceren. Dus je kan ervoor kiezen om de laatste of de nieuwste gesprekken te tonen, of gekozen gesprekken, gesprekken die over een bepaald onderwerp gaan, of de topgesprekken, dus de gesprekken die het meeste respons krijgen, of die de meeste mensen bekijken en zo, om die allemaal binnen dat nieuwe webpart eigenlijk te publiceren in SharePoint Online. En zo je portal wat verder uit te breiden met dus gesprekken die in Yammer plaatsvinden. Klopt inderdaad. En ik heb hier even de screenshot gemaakt van hoe je het webpart inricht. Dat zie je aan de rechterbovenkant. Ja. En aan de onderkant zie je de Yammer Conversations. Ja. En dat is wat het webpart dan laat zien. Helder. Oké. En dan de Yammer update. Want er zijn inderdaad, ik logde in vorige week en helemaal Yammer weergave. Twee weken terug was het of zo. Helemaal Yammer weergave was aan de linkerkant veranderd en dingen, klopt inderdaad. Er is van alles veranderd. Wat er bijvoorbeeld veranderd is dat je een groeptype kunt kiezen. Ja. En met dat groeptype, dat komt ook rechtsboven te staan. Dus hier staat connect and learn. Ja. Dat kun je allemaal zelf ingeven en daardoor kun je ook een groepering maken. Dus dat is echt nieuwe functionaliteit. Want volgens mij had je daarvoor alleen privé en publiek en voor de rest was er niets. Dan kun je het aantal gelezen. Dus aantal gelezen wil zeggen, jij maakt een post. Ja. En je kunt kijken hoeveel mensen dat jouw post hebben gelezen. Dus dat moet je wel de auteur dus zijn van het bericht, want anders zie je het niet. Nee, oké. Okay. Ja. Dus, leuk voor het feedback. Ja, absoluut. Absoluut. Ja. Zeker om ook te kijken van hoe leeft het in je organisatie. Tuurlijk. Ja, een bepaald onderwerp of zo, hè? Ja, absoluut. En verplaatsen van berichten? Ja, je kunt dus nu berichten verplaatsen van de ene Yammer-groep naar de andere Yammer-groep. Helder. Oké, cool. Mooi. En dan in SharePoint zelf. Bewerken van lijstitems in bulk. Ja, super makkelijk. Ja. Eigenlijk hadden we dit al veel eerder gewild natuurlijk. Nu ging je vaak naar edit en dan de datasheet view, dat je een soort Excel-achtige view kreeg. Nu kun je gewoon items selecteren in een lijst. Weliswaar de modern list en modern bibliotheek, want in de oude werkt het niet. Vervolgens ga je naar het i'tje aan de rechterkant, krijg je je metadata te zien, dus je properties.
En wat ik helemaal mooi vind, is dat je ook je content types kunt selecteren. Dus je kan in één keer zeggen van ik heb deze 10 documenten geselecteerd en die hebben een content type van het bericht nieuws, bijvoorbeeld. Ja. Dan hebben ze direct al die metadata en kun je ze in bulk zelfs aanvullen. Cool. Dat is wel heel erg veel gevraagde functionaliteit. Ja. En ja, eindelijk is het er. Moet je dit melden aan gebruikers? Ik vind zeker dat je de gebruiker hiermee van dienst moet zijn, ja. Ja. Dus eigenlijk organisaties die veel SharePoint gebruiken, moet je eventjes vertellen dat je dit kan doen, omdat het gewoon heel veel werk en heel veel tijd geldt. Ja, absoluut. Absoluut. Ja, oké. Okay. Helder. En OneDrive Restore. Ja. Ja, fijn. Heel gaaf. vroeger moesten ze iedereen die in de organisatie een restore wilde van zijn eigen documenten op OneDrive, moest naar de admin en die moest dan kijken van, ik kan het terugzetten. Ja. Maar met deze nieuwe functionaliteit kun je tot 30 dagen terug, kon een admin ook, maar tot 30 dagen terug kun je items terugzetten. Ja, ja. Zelfs versies. Gewoon een prullenbak. Intelligente prullenbak, inderdaad. Eigenlijk raar, hè, dat OneDrive live gezet wordt zonder prullenbak voor de eindgebruiker. Ja, absoluut, absoluut. En wat ik apart vind is sowieso, kijk, die prullenbak, dat die nu helemaal visueel is, dat is wel bijzonder. Want voorheen was het gewoon een prullenbak en er stonden wat items in. Maar nu kun je zelfs met die selector die je daar ziet, die blauwe, kun je zelfs zeggen van, deze datum wil ik hebben. En dan kun je in die selectie zeggen van, dit moet gerestoreerd worden. Ja. Ja, helder. Oké, dus wat je hier eigenlijk mee kan doen, is je kan voor specifieke data kan je documenten terugzetten. De bewerking op documenten kan je terugzetten. De versies kan je bekijken en restoren. Het is gewoon een super uitgebreide prullenbak geworden voor een eindgebruiker zelf. Klopt, inderdaad. Mooi. In ieder geval een hele hoop verlichting voor de functioneel beheerders van je SharePoint of je Office 365. Je OneDrive of je Office 365 omgeving, hè? Ja. Ja, mooi. Maar het blijft natuurlijk wel van belang dat het binnen 30 dagen is. Daarna is het gewoon weg. Helemaal weg? Zover ik weet zou er ergens nog een tweede prullenbak moeten zijn. Alleen ik heb hem nog niet gezien. Okay. Support dingetje inschieten dan, hè? Ja. Oké. Helder. Dan zoekervaring. Ja, deze functionaliteit is in de zomer al aangekondigd. Ja. Alleen, rond Ignite toch? Rond Ignite. Ja. Op Ignite zelfs. Waarbij dat eigenlijk de hele experience werd veranderd op het moment dat je opnieuw inlogt. En vervolgens krijg je een hele nieuwe welkomstpagina. Vroeger kreeg je alleen de taals te zien, dus de tegels. Waarin dat je kon zeggen van ik wil naar deze applicatie of ik wil naar deze applicatie. Ja. Die heb je dus boven nog steeds, zoals je ze hier ziet. Dus onder Good Morning, hè, het is de Engelse versie waarmee je bent ingelogd. Anders zou er staan Goedemorgen, daar staat apps. Ja. Zijn je meest gebruikte apps. Ja. Hè? Dus op het moment dat ze bijvoorbeeld langer als 45 dagen niet gebruikt worden, dan worden ze ook automatisch niet direct meer getoond. Ja. De taal zijn op dit moment nog niet aan te passen. Nee. Is wel een veel gevraagde vraag. Ja. Ook eigenlijk wel een issue, want veel bedrijven hebben hun eigen taals nog. Ja. Maar goed, even om daar duidelijkheid in te krijgen. We hebben linksbovenin hebben we de mogelijkheid om je menu te openen. Daar staan een aantal taals in, of een aantal applicaties in, die kan je wel aanpassen. Daar kan je eigen apps bijzetten. Daar kan je connecties maken naar Citrix of naar VDI applicaties. De tegeltjes die je hierboven ziet onder Good Morning Apps. Hè? Dus er staat hier Outlook, OneDrive, Word enzovoort. Die zijn niet naar eigen believen in te stellen. Dat zijn gewoon jouw eigen persoonlijke, meest gebruikte online apps. Klopt, inderdaad. Oké, helder. Dus dat lijstje, dat is gewoon, word je door de strot gedrukt. Niet anders zeggen, toch? Dat is zo, En daar moet je het maar mee doen. Ja. Maar het is een veelgevraagde functie om dat in ieder geval aan te passen. Dus. Klopt, inderdaad. Ja. Ja, oké. Okay. Nou, fijn. Dus, vervolgens heb je de documenten. De documenten zijn jouw meest gebruikte documenten. Ja. Of documenten die voor jou van toepassing zijn. Ja. Dus waar jij veel mee doet of waar je interesses in hebt,
Dat wordt daar getoond. Helder, ja. Dan daaronder heb je nog een keer je eigen documenten, je meest recente. De Delft-functionaliteit, dus documenten die daarbij horen. Ja. Op het moment dat je bijvoorbeeld zegt van wie heeft er documenten, dan ga je naar Shared with Me of gedeeld met mij in veel gevallen. En daar zie je dan de documenten die met jou gedeeld zijn. Ja, helder. Hey, en er komen nog wat vragen binnen, daar gaan we zo meteen wel eventjes op in, want het zijn wel hele interessante vragen, moet ik zeggen, hele goede vragen. Maar je zegt dan, oké, dus die documenten, dat zijn dus de recente documenten, of de pinned documenten, de documenten die je erg van belang vindt, of shared with me, hè, de documenten die een derde persoon met je deelt, of discover, dat zijn allemaal documenten die wellicht interessant voor je zijn op basis van Delft. Hè. Klopt. Dan heb je die knop, upload en open, waarmee ik een document van een lokale computer bijvoorbeeld online kan zetten of direct een nieuw document kan maken. Hè? Klopt. Cool. Ja. Ja, en wat denk ik ook wel heel belangrijk is, we zeggen Delft, maar ik denk dat op de achtergrond, maar dat is meer mijn vermoeden, niet zeker of het zo is, gaan we meer zien dat de graph gebruikt wordt. Ja, oké, maar de graph die powert alles. Oké. Ja. Okay. Hey, en dan hebben we SharePoint eronder. Ja. Dat zijn je sites, die meest gebruikte sites, en die OneDrive. Ja. Oké, okay. Je folders. Je folders, inderdaad. Helder. En hoe kom je nou op deze pagina? Je kunt instellen in je profiel dat dit je startpage is. Oké, okay. Dat kan je doen. En als je dat niet hebt gedaan, hoe kom je er dan? Dat is een hele goede vraag. Oké, okay. Daar kom je dan door op het Office 365 logo linksbovenin te klikken. Als je daarop klikt, dan kom je naar deze pagina. Klopt, inderdaad. Je dus zegt, denk ik meteen... Klopt. Dus dat is de manier waarop je dan op deze pagina komt. En het is een soort algemene startpagina. Hele fijne ervaring. Althans, ik zou het echt super fijn vinden als die apps dus ook zijn aan te passen. En inderdaad, de Office apps zijn er niet uit te verwijderen uit die weergave. Dus dat is een opmerking van iemand zojuist in het startmenu. De taal zijn niet allemaal weg te halen. Je kan wel taals toevoegen. En je kan taals pinnen of unpinnen. Aan je startmenu althans, of aan je wafelmenu. Maar op deze pagina kan je helemaal geen invloed uitoefenen op de taals die er zijn. Zou heel fijn zijn als dat dus wel zou kunnen. Hè? En ik denk dat een van de dingen die heel belangrijk is om te weten, is bijvoorbeeld Word en Excel. Ja. En PowerPoint, die staan nog altijd standaard. Ja, die kun je ook niet weghalen. Nee, snap ik. Oké. Okay. Dus dat is het. Daarmee ga je dus ook direct naar je Word online of je Excel. Ja, maar is ook wel fijn. Ja, sommige mensen vinden het heel fijn. Andere mensen denken van ja, ik ga eerst naar mijn document. En dat document, dat open ik in online. Oké. Mijn ervaring hier is voor iedereen hetzelfde. En het wordt eigenlijk gewoon op deze manier voorgeschreven of bepaald, gedicteerd over hoe je dit moet doen. Precies. Voordeel van de cloud, maar ook een nadeel van de cloud. Absoluut, absoluut. Ja, ja, dat zie je natuurlijk steeds vaker. Hè, dat er bepaalde keuzes gemaakt worden die voor... bepaalde personen heel gunstig zijn en voor anderen iets minder gunstig. Ja, ja. Absoluut. Oké, okay. Helder. En belangrijk nog is dat dit geheel dus helemaal op de persoon is gefocust. Ja, ja. Duidelijk. Peter geeft een hele terechte opmerking. Ik zie mijn OneDrive recent folders wel, maar mijn SharePoint recent folders nog niet. Moet ik geduld hebben of iets activeren? Nee, je moet inderdaad gewoon geduld hebben. De weergave zoals die hier wordt weergegeven, die wordt niet bij iedere eindgebruiker of niet binnen iedere organisatie, wordt deze op deze exacte manier weergegeven. Je ziet dat de functies zijn ze aan het toevoegen. En de ene tenant is, de ene omgeving, of de 360 omgeving is net iets sneller dan de andere omgeving, mede afhankelijk van of je bijvoorbeeld hebt ingesteld dat je de previews als het ware wil gebruiken. Dus het is een beetje afhankelijk van jouw specifieke omgeving. Het komt vanzelf. Ja. Ja, en dan vraag ik me alleen nog even af, folders als in echte folders of als in bibliotheken? Ja, het zijn bibliotheken natuurlijk. Hè? Ja. Voor alle duidelijkheid, inderdaad, bij SharePoint staat er een overzichtje met SharePoint sites. En dat zijn echte sites. En bij OneDrive zijn het recent folders. Dus het zijn de folders waarin je bepaalde documenten werkt. Ja. Oké, volgende puntje. Forms GA. Wat betekent GA? General Available. Forms is er, yes. Ja, hij stond natuurlijk al een tijdje aan. Eigenlijk als een verrassing, want we dachten van dat is de education sector die daar volledig mee losgaat. Ja. En ineens was hij in de tenants ook terug te vinden. Cool product.
Heel mooi product. Je kunt er heel snel mee dus onder andere polsenquêtes maken. Ja. Maar ook informatie ophalen in je organisatie of zelfs buiten je organisatie. Ja. En hij staat nu dus vanaf 15 februari standaard aan. Dus op het moment dat je gebruikers hebt waar je het niet aan wil hebben, moet je het uitzetten. Ja. Ja. En voor je hele tenant kan je het ook uitzetten? Zover ik weet staat het er standaard aan, dus het zou kunnen. Ja, helder. Oké. En dan een file move. Ja, je kon al binnen je library kon je bestanden verplaatsen van de een folder naar de andere folder. Maar nu kun je hem over de hele tenant verplaatsen. Binnen heel JavaScript. Ja. Dus dat is wel echt een verbetering. Ja. Want hier werd vaak naar gevraagd en allerlei toeltjes voor gebruikt om dit te doen. En kopiëren en verplaatsen. Ja, dus als ik in mijn eigen OneDrive een document begin te maken en ik ben het document denk ik heel ver en ik wil het op dat moment delen met mensen, kan ik dat vanuit mijn Office 365 omgeving gaan doen. En op enig moment kan ik het verplaatsen als het ware naar mijn SharePoint-site waar alle collega's in bezig zijn, of naar een Teams omgeving of zo. Er zijn bijvoorbeeld organisaties die inderdaad vanuit een OneDrive een concept maken en vervolgens dat concept naar SharePoint gaan verplaatsen. Oké, cool. Goed, en content services. Wauw. Ja, dit is eigenlijk meer een mededeling van Microsoft in de zin van, kijk, we hebben nu zowel op content service CRM zijn we bovenin de quadrant van Gartner. En Gartner is een van de toonaangevende die daar onderzoek naar doet. Ja, helder. Wat ik zo fijn vind is in het overzichtje, het gaat echt over enterprise content management systems, dus systemen waarmee je data en documenten op grote schaal kan beheren. In het Gartner overzicht staan ook partijen als OpenText en zo. OpenText is natuurlijk een hartstikke mooi product, maar super formeel in gebruik. En Microsoft is veel informeler in gebruik. Hè? Dus naast hele gestructureerde manieren van opslaan van data heb je ook de mogelijkheid om juist veel meer casual dingen op te slaan. Klopt inderdaad, ja. Ja, sowieso, ze brengen dit elk jaar, komt er een update hiervan. En tot nu toe zijn ze echt al jaren achter elkaar, zitten ze in diezelfde hoek. En dat is toch wel heel toonaangevend. Ja, maar ze doen het goed daarin, hè? Ja, absoluut. Absoluut. Ja, en zeker nu met de hele GDPR en AVG is het heel belangrijk om controle te houden over je documenten. En daar op een goede manier bijvoorbeeld aflettering te doen of ze te verwijderen of zo. Nou, dat soort functies zitten allemaal standaard in je SharePoint en OneDrive omgeving, waarmee je dus relatief actief daarmee aan de gang kan blijven. Klopt, inderdaad. Oké. En een feature die met name gewoon heel leuk is. Een feature die met name gewoon heel leuk is. Ja, je kunt van jou slaan. Ah, jongens. Gaat niet helemaal goed. Oké. Nou. Van je slide deck. Ja, van je PowerPoint presentatie. Nou, ik moet veel klikken. Goed, vertel het maar gewoon. Van je slide deck kun je filmpje maken en dat filmpje kun je weer gebruiken. En daardoor zou je bijvoorbeeld kunnen timen van, hey, ik heb zoveel tijd nodig per slide en daar maak ik een filmpje van, ik hoef niet meer te klikken. Het is meer een gimmick volgens mij dan dat het echt iets toevoegt. Het is mooi om binnen organisaties, zoals wij hier intern, allerlei soorten dingen te figureren. Ja, absoluut. Absoluut. Mooi. Nou, volgens mij hebben we de meeste belangrijke updates die impact hebben op eindgebruikers al gehad, hè? Ja, absoluut. Absoluut. Ja. Volgende maand ben jij er niet? Nee. Je bent bij de Microsoft MVP Summit. Summit, ja. Ik zou ook gaan, alleen ik heb besloten om niet te gaan. Ik ben al te vaak weggegaan volgende maand. Ja. Logisch. Ja, dat kan gebeuren. Jammer, ja. Nee, ja, volgende maand op dezelfde tijd, eerste dinsdag op 6 maart, doen we de nieuwe Office 365 update. We gaan dan in op de nieuwe dingen in Office 365 aan de ene zijde. Aan de andere zijde gaan we wat dieper in op AVG GDPR.
Waarschijnlijk word je er wel mee doodgegooid. Maar goed, we hebben toch besloten om het toch wel eventjes te doen over wat kan je nou specifiek met Office 365 en GDPR qua instellingen, qua mogelijkheden, waar moet je op letten en zo. Dus daar gaan we volgende keer na de algemene update wat dieper op in. En dan zal denk ik Martin Kras aansluiten om daar wat meer op in te gaan. En wat te vertellen over de eerste ervaringen die we inmiddels aan het opdien zijn. En natuurlijk gaan we wat vertellen over de hubsites en waar we daar staan. En ik wil wat vertellen over ATP, waar een aantal vernieuwingen komen deze maand. Dus het belooft een hele mooie update te gaan worden. En Paul, als jij in de US bent bij de Office 365 productgroep, ja. Heb je dan eventjes de nieuwe wijzigingetjes door? Ja, die ga ik zeker door penaaien. Maar jou mag ik het. Hè? Heel goed, heel goed, heel goed. Overigens, nog wel even. Ik zie net inderdaad de website thuiskomen. Is aangekondigd dit kwartaal. Ja. We hebben er heel lang niks over gehoord. Ja. Maar de websites, zover ik dat heb gehoord in publieke webinars, is dat het eind februari komt. Heel goed. Sst. Dat was de scoop van volgende maand. Sorry. Ik had er ook een cliffhanger van moeten maken. Dat bedoel ik, dat bedoel ik, dat bedoel ik. Hey, dankjewel voor het kijken. Superleuk dat je er was. En wij gaan over 2 dagen een feestje vieren vanwege ons 20 jaar bestaan. Dus maar heel kort een weekendje. Maar we gaan in ieder geval een super mooie tijd van maken. En hopelijk tot volgende maand. En misschien tussendoor nog met vragen, opmerkingen of wat dan ook. Mail ons alsjeblieft. Danny@wortel.nl Paul@wortel.nl Of met achternaam, dat kan ook. En dan tot over een paar weken. Dankjewel. Helemaal top. Dank je.